Бодрюм прикрылся. Бодрюм прикрылся. Want al deze mannetjes komen namelijk uit verschillende dierenparken over heel de wereld.
De oudste die zit hier, die is al 19 jaar oud. En ze kunnen wel 25 jaar oud worden in de vangenschap. En je kunt hem wel moeten herkennen. Hij heeft namelijk een kistje opgestaan. Naast die is ook een klein bultje op zijn ogen. En die moet je terug herkennen. Is gewoon een bultje. Niks bijzonders om je zorgen om te maken. Maar naast deze oude heer hebben we ook nog de jongere dieren. Die zijn ongeveer een jaar oud. Die zijn vorig jaar hier naartoe verhuisd. En het feit dat ze ongeveer een jaar oud zijn, betekent ook dat ze een beetje zijn begonnen met puberen. Je ziet ook af en toe een beetje onrustige voeding. Heeft er allemaal mee te maken, want het puberen houdt in dat ze proberen de plek in de groep van hunzelf te veroveren. Dus ze proberen ook af en toe degene die bovenaan staat in de rang houden. Nou, van zijn troon te kikken, om het zo maar even te zeggen. Ze doen het ook op een bijzondere manier. Want voor degene die wel eens vaker ringstaatmakers hebben gezien, zie ik dat ze ook op het moment dat de zon gaat schijnen, altijd met hun armen en hun benen wijd gaan zitten. Maar dat doen ze om de geurklieren die daaronder zitten op te warmen. En aangezien deze op het moment dat ze opwarmen ook een beetje erg kunnen stinken. Ja, dat doen ze natuurlijk. En wat ze dan ook doen om de zoveel tijd is stinken weg te houden. Ze smeren een mooie staart van af langs deze stinkende geurklieren. Ze gaan elkaar op de lijf en degene die uiteindelijk het sterkste is en het sterkste ruikt, die is dan de baas. Dus zo regelen zij dat. En hier boven mij zit een heel ander dier, dat is een rode varken. Is zoals je ziet een beetje groter dan dat de maakje is. Ze hebben een hele mooie lange zwarte staart. Die staart is trouwens bij de maakjes ook een stuk langer dan het lichaam zelf. Ze gebruiken hem niet om aan te hangen, net als je bij heel veel apen wel ziet. Voor hun is hij puur om in balans te blijven. Op het moment dat ze in de voeten kunnen. Zoals je ziet, dat kunnen ze ontzettend goed, maar dat kunnen ze niet zonder deze staart. Wat jullie ook zojuist gehoord hebben, volgens mij de meeste van jullie stonden hier toen al toen ik een muziekje aanzette net. Want toen begonnen deze drie heren ontzettend hard te schreeuwen. Nou, dat doen ze in het wild ook. In het wild doen ze dit voornamelijk om elkaar weer terug te vinden. Want ze hebben gewoon toch in gebieden die wat tegen de bos zijn. Ze kunnen elkaar daar niet zo goed zien en ook niet zo goed ruiken. Dus als ze elkaar kwijt zijn, gaan ze zo hard gillen. Herkennen ze elkaar stem en komen ze weer bij elkaar terecht. Oh, hier doen kijk, ze dat eigenlijk vooral omdat ze weten dat het zo meteen goede tijd is uiteraard. Nou, dat is het nu ook zoals jullie zien. Wat ik aan het voeren ben is een speciale apenbrok. Eentje tuggen blijven met een hondenbrok, maar dan speciaal ontwikkeld voor apen. Kijk, ze doen ze elke dag. Maar wat ze daarnaast ook nog krijgen is een heel groot gevarieerd dieet aan groentes. Van witlof, andijvie tot wortel en tomaat, alles lust ze eigenlijk wel. En wat ze in de natuur ook eten zijn eieren en insecten. Oh, een heel onverstaanbare houding dit. Nou ja, dit zie je al lang, dit ziet er een beetje bijzonder uit. Maar wat ik al zei, eieren en insecten eten ze in de natuur ook. Krijgen ze bij ons uiteraard ook. Maar het grote verschil met wat ze op Madagaskar eten en wat ze bij ons krijgen, is dat het daar vooral fruiteters zijn. En dat bij ons maar toch echt heel minimaal gehoord wordt. Ook door het feit dat er gewoon over het algemeen heel veel suiker zit in het fruit. En het fruit is heel erg zacht. En het fruit op Madagaskar is juist heel erg hard. Er zitten ook heel veel vezels in en het is helemaal niet zo zoet. Dus als wij ze ons fruit zouden geven, krijgen ze dus te veel suiker binnen en veel te weinig vezels. Waardoor ze dus te dik kunnen worden en zelfs ook nog suikerziekte kunnen krijgen. Dus voor de gezondheid van de dieren moeten we hier altijd heel erg goed letten. Ik zal hem zo pakken. En goed, ik heb mijn laatste vlogjes afgegeven. Ik ben verder ook klaar met mijn verhaal. Dus ik hoop dat jullie het interessant vonden. Mochten er nog vragen zijn, loop ik jullie even rond om ze te beantwoorden. En ik wens jullie allemaal nog een hele fijne dag. Dankjewel.